Kom, vandaag gaan we het hebben over je rotor vervangen. De rotor is een deel van het ontstekingssysteem. Eigenlijk is de rotor een ronddraaiende kunststofarm. In het midden van de rotor bevindt zich een contact. Dat is verbonden met het contact aan de uiteinden van de arm. Het contact midden in de rotor is verbonden aan de koolstofstift van de verdelerkap. De rotor zorgt nu voor een roterende beweging langs de contacten van de verdelerkap. Dat de hoogspanning van de bobine naar de juiste bougie gaat. We gaan nu laten zien hoe we de rotor vervangen. We hebben nu de nieuwe rotor hier. De nieuwe rotor. Hier hebben we de ontsteking. Deze zit met klemmetjes vast. Je hebt ze ook met schroefjes. Je haalt de verdelerkap los. Hier hebben we de rotor zitten. Die trek je eraf. Kijk even of het precies dezelfde is. Zo te zien wel. Plaats de goede rotor terug. Plaats de verdelerkap weer op zijn plek. Klemmetjes vast. En je hebt de rotor vervangen. Zo, we hebben nu de rotor vervangen. Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!